Van harte welkom op de Merd in Stramprooi. 50 jaar geleden speelde hij voor de eerste keer een band en die hoort namelijk de classics. En daar gaat Stramprooi niet zomaar aan voorbij. Hier is ook het tentoonstellingsgebouw van de classics. En hier treffen we aan... Jacques Leenaars. Jacques, nu heurst de tentoonstelling. Maar het verdient ook niet anders, want dat zijn jongens die hebben het toch wel het opgebouwd in 50 jaar geleden. Ja, dat bleek wel. Hè? Dat als ik kijk al de platen gouden plaat, nog een gouden plaat. En vooral ook de singeltjes allemaal. Dus compleet. Dus op zich. Ja. En dat je een van Brugge jongens. Nou, dat is net het schoonste ervan. We hadden niks van verwacht dat ze toch plaats kregen, niet hier alleen in Nederland, maar ook over de hele wereld. En dat is eigenlijk de uitstraling wat die jongens gedaan en toch altijd gewoon zijn gebleven. Evenzeer. Zo'n collectie, dat is toch heel moeilijk bijeen te krijgen? Hebben ze dat allemaal zelf geregeld of wie is het eigenlijk gegaan? Nou, het is zo, hier in het begin eigenlijk had je de vriend Beer Kwaspe, de drummer van de classics. Dus ze liep ze al jaren met de show. Beren trouwens een week ouder als mij. Dus dat was gewoon bij elkaar, woon je bij ons tegenover. Dus eigenlijk nog een jonge kerel. Een jonge kerel, net wie ik dan eigenlijk. En dan met voetbal, nog showleer. En op een gegeven moment begint het orkestje dan. Dit moet ik ook nog niet vergeten. Ik heb nog eens samen een keer getromd met Beer. Dus dat was dan misschien een beetje de aanleiding. Ik ben afgevallen, mijn Beer is doorgegangen. Dus je ziet wel wat er allemaal gepresteerd in ieder geval. En door Beach begon ze eigenlijk het classics gebeuren eigenlijk. En door het classics gebeuren kreeg ze een beetje naam en zo. En dan komen ook de singles. Maar dan leek ze wat singeltje van het begin eigenlijk. Die stond hier allemaal zo naar volgorde en alles en zo. En nou, dan komen ook bepaalde dingen en zo. En begint hij een beetje te leven. Mm-hmm. En door al die jaren, moet ik ze zeggen. Ja, de classics, die hebben er ook ingezien van. Hey, het is toch niks waar we ermee bezig is zo. En daar kunnen we eigenlijk het grootste gedeelte vanaf. Want wie weet eigenlijk de kleier nog van de classics. Dit is van Oostenrijk. Dit is van Duitsland. En alle gitaren erbij. Het drumstil van BRP. Ja, een heel opbouwend eigenlijk, mocht ze zeggen, van wat hier te zien is eigenlijk. Dus eigenlijk hoe dagen die zo zeggen, laat iedereen komen. Het is echt wat waardevol wat hier staat voor de classics. En heel aansluitend. Wat het grote feest wat betreft hier, de Classics, 15 juli. De Classics had ook een fanclub, hè? Ja, de grootste van Holland. Daar mogen we echt als Rooier en als Classics gerust op zijn. En dat kan je zo zijn, zou je ook ieder maandje of om het twee maandje een beukje. Dit is de allereerste beukje door, de Classics, 25 cent, niet eurocent, cent. En zo opvolgend, al die jaren tot... Iets tot 80. 72 sinds de begos, wie er al tijd, tot de 80 jaren. Dus dan zie je ook de fanclub, bleetjes, wat ze. En hier eigenlijk een klein de stickers. Ja, daar wordt van alles uitgebracht. Iedere keer een beetje aantrekkelijk te maken voor haar en zo. Als ze ergens optrooien in de zalen, moet je de zaalhouders altijd hebben dat ze een t-shirt een beetje reclame maken voor haar. En t-shirts voor de raamtrochten. En dat zijn ook, bijvoorbeeld als je kijkt, dat zijn opnames van de studio van Van Hoes. En daarna worden die op een proefopname gemaakt, zie je nou, en dan kan je groen. Ja, ja. En dan krijg je dan de lekker, en dan krijg je de matrijzen, en dan worden die geperst. Ja. Heel uniek is ook van de Turkije, omdat denk ik, van Turkse muziek, van dat rare, dat die door toch het leefde, de classics. En dat is zich ook wel bewezen. Ik heb er nog heel verschillende staan. Trouwens, de liste aanwinst, sorry. Dat is deze. Die is in een moskee in de deur staan. Heel uniek. Classics wist er hier moeilijk van dat dat uit is gebracht geworden. En zo zie je ook uit Portugal, uit Oostenrijk, Duitsland, België. Ook de LP's op zich. Ja, dat is helemaal opbouwend. Dus al die jaren zo, die verloopt, iets uitgebracht hebben, is het opgesteld. Ja, en dan kreeg ze dan nog pleetjes bijvoorbeeld, die zijn door Joep Beursjes, ik weet niet of jij kindje in ieder geval, die van Halen. En is later, toen hij gestopt was, ook vanwege zijn gezondheid, dat is ook een probleem geweest eigenlijk een beetje, dat ze door de overgang door een nieuwe generatie, Fleur van Joep Beursjes, er staat nog Joe Dallas, dat is wel nummers die op LP stonden. Maar Joep heette nog eens apart, dat was een heel aparte zanger, die vroeger bij de Teddybears heeft hij nog gezongen. Toen even zie je nog Beer Kwaspe, is nog de Beekhoes gegaan. Dus het zit allemaal een beetje te maken, allemaal met het classics gebeuren.
Maar je bent er precies allemaal in de classics gezeten. Dat zie je erboven. Als ik kijk daar links, dat is Beer Kwasme, dat was de drummer. Dat is René Munnekom, dat was de bas. Daar zit ook de bas hier toevallig van. Joep Beurskes met het hoedje op. Jan Dirks was de manager, die regeltje alles en zo. De middenin, dat was Duret, Melody of Spain. Die wordt toen al op een hen gedragen, zo je zegt. En door rechts, die nu nog altijd dreugt, nog altijd plezier eraan heeft. Alles nog betekent voor hem, dat is Harry Broens. En die speelt nog altijd met de Revival Band, Classics Revival Band. Dus, en die was er al bij, waar we straks al zijn, vanaf 59. Dus we hebben het wel over 50 jaar met een mooie geruisbeconstructie in jouw bier tellen. Ja, tuurlijk. Ja. Het was 12 jaar trouwens. Ja. Wat heb je daar? Dit is een foto. Ja, het allereerst, daar zijn eigenlijk de Classics, dat heette vroeger de Stringers in de 59. Ik kan je nog zien, dat is Huub. Harry Broens, de broer van Harry. En door broer Jansen. En die heette toen dat tijd de Stringers. En nog een tijdje daarna, op een gegeven moment denken ze van, hey, de Stringers, ja, dat is een beetje een rare naam en zo. We moeten toch een andere naam bedenken. Ja, toen leefde je een beetje Exception en zo, De Eer. Ja, maar dat is klassieke muziek. Nou zit er een hangen, zit Huub. Dat is het, de Classics. Dus, en van heden ten dagen al 50 jaar, al meer dan 50 jaar dragen ze dat. En dat zijn eigenlijk een beetje de vuurlopers. Ja. En ik kan jou nog een beetje zien, de LP's. Dus dit is de vuurloper, de lekker eigenlijk, de matrijzen. En dan worden de LP's en de singeltjes. Dit is ook heel uniek, toen ze vroeger nog eigenlijk een dansorkest waren, is met de hand geschreven alle muziek en Buxke van 1968. Dus, en ja, zo oog, je ziet, die gitaar, allemaal van vroeger eigenlijk van, dat is het allereerste drumstijl van Beer toen Beer begon. Dus het is ook gelukkig behoorlijk hebben gebleven. Toen is dit geworden en dus door een anger met zijn een dochter van hem. En dan de heurwaarde dingen eigenlijk van de tinnenborden. En als ik nu hier naar het museum toe wil komen, wanneer kan ik dan komen? Nou, ook je kindje al vanaf zaterdag komen. Vanaf 1 uur, eind tot 4. En de zondag de 16e. Dus ook weer eind tot 4. Dat is een beetje aanlopend, een beetje promoten die dagen en zo. En dan is ook de zaterdag, dus de 15e, ook van eind tot 4. Dat is ook met de mensen die boete afvoeren en alles. De even grote gelegenheid kregen we hier, komen de kikken en zo. Want hier is het toch eigenlijk allemaal begos. En hier moeten ze de kriebels krijgen. En op het plein maken ze het strak af. De tentoonstelling is open tot 30 juli. Dus iedere weekend, dus het begint 8 juli en het volgende 15, 16. En dan mogen we ook met een verjaardag vieren op de 16. Toevallig is dat ook, kun je dat ook zo toevallig goed. En dan die weken erop, tot 30 juli is de laatste dag eigenlijk dat ze hier nog kunnen kijken. Oké, dat zijn al een aantal dagen. Dan kunnen we zelf niet voor vrij maken. Ik denk dat grote getalen hier zullen komen. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes. En ik stond er gewoon perplex van wat hier allemaal te zien is. Ja, ja.